in beslag genomen. Jachten, bevroren rekeningen, voetbalclubs die moeten worden verkocht. De jacht op Poetins oligarchen is geopend. En Nederland loopt daarbij bepaald niet voorop. Waar België al voor 10 miljard beslag heeft laten leggen op Russische tegoeden, 10 miljard, kwam ons land nog niet verder, vooralsnog, dan een schamele 200 miljoen euro. Waarom blijft Nederland zo achter? Aan tafel Luzewies van der Laan. Hartelijk welkom hier. Ja, waarom blijven wij zo achter? Dat is een hele goede vraag en ik denk dat er nogal wat uit te leggen is. Wij zijn als Nederland natuurlijk traditioneel altijd al een doorsluisland voor wat wij dan dirty money noemen, de illegale geldstromen. Dat kan terroristisch geld zijn, drugshandel, geld van oligarchen, van kleptocraten. Ja. Dat doen we decennia, dat was ons een verdienmodel. De brievenbusfirma's op de Zuidas. De brievenbusfirma's, de doorsluisvennootschappen, gefaciliteerd door trustkantoren. En wat we nu zien, is dat Nederland is altijd het centrum geweest van dit soort geldstromen. En dat we dan nu niet dat weten aan te pakken, dat verbaast mij hooglijk. Ja, laten we eens proberen te kijken hoe dat zit. Ik zeg er nog even bij, u bent sinds 2020 directeur van de anticorruptieorganisatie Transparency International. En we kennen u natuurlijk ook als oud-fractievoorzitter van D66. Het Financieel Dagblad had een interessant artikel. Die hebben onderzocht hoeveel geld er is geparkeerd van oligarchen, Russische oligarchen en bedrijven in Nederland. Zij komen op een bedrag van 45 miljard euro. 3800 Nederlandse bedrijven, zeggen ze, hebben een Russische connectie. Er zou toch heel wat te halen moeten zijn dan? Hier. En dan ben ik verbaasd dat als het Financieel Dagblad samenwerkt met Company Info, of als Follow the Money samenwerkt met publieke informatie, dat zij op dit soort bedragen komen. En dat de eerste brief van de Kamer van de minister van Financiën 6 miljoen, dat je ook denkt van waar komt die 6 miljoen vandaan? En dan horen we in Nieuwsuur horen we Klaas Knot van de Nederlandse Bank zeggen 200 miljoen. Denk, wat gebeurt er nou dat je van 6 miljoen naar 200 miljoen, terwijl we weten dat er minstens 40 miljard te halen moet zijn? Nou, dat vind ik onverklaarbaar. De en vraag stellen is een beantwoorden natuurlijk. Ja, de politieke druk moet nu worden opgevoerd om te kijken waarom wordt er zo weinig gedaan? Nou, een van de dingen die wij zien is dat de coördinatie in andere landen heel erg gefocust is. De Amerikanen hebben gewoon een taskforce Klepto-capture hebben ze samengesteld. Klepto-capture. Ja, dus echt van we gaan ze vangen. En in Nederland zien we dat het verdeeld is onder 4 ministers. En dan heb je de Nederlandse Bank, de AFM, de douane, het Openbaar Ministerie, de FIOD. En we hebben bijvoorbeeld gezien dat de laatste keer, toen er ook gefaciliteerd wordt door Nederland met een bank die aan sancties onderhevig was, Sverbank, toen werd de bal naar elkaar toegespeeld. Toen zei de Nederlandse bank, ja, de FIOD ging het toch doen. De FIOD zei, nee, dus we wachten op de DNB. Met andere woorden, dat schiet niet op. De regie is verdeeld over te veel organisaties. Soms werkt de polder niet, zullen we maar zeggen. Dan blijkt ook dat die Russische oligarchen en die bedrijven zich ook verschuilen achter allerlei constructies. Investico heeft dat ook onderzocht. Brievenbusbedrijven, stroommannen, laundromats, spiegelhandel. Ja, het vermogen van oligarchen is dus eigenlijk ongrijpbaar. En dan hebben wij nog die verdeelde regie. Ik zie het niet gauw goed gaan hier. Daarom zijn we met heel veel aanbevelingen gekomen. Een van de allerbelangrijkste is inzicht in wie er nou de uiteindelijke eigenaar is van die bedrijven. Want een van de kerndingen van die sancties is dat als je minstens 50% eigenaar bent van een bedrijf of zeggenschap hebt, dan moet het beslag worden gelegd. En dan kunnen we dat geld confisceren. Wat je ziet in de praktijk is dat door al die schimmige constructies, een BV en een holding en dan weer op de Cayman-eilanden en ga ze maar door. Precies. Allemaal door Nederlandse consultants en advocaten worden die constructies opgetuigd, is het bijna niet te achterhalen wie er nou precies achter zit. En op die manier blijven ze dus wegkomen. Wat er dus gesmeekt wordt, ook vanuit onze collega's in Oekraïne, als we een einde willen maken aan deze oorlog, dan moet er nu transparantie komen. Er moet helder zijn wie achter die bedrijven zit. We moeten daarin niet langer faciliteren. Anders kunnen we die sancties niet eens handhaven. En dat is nog maar het minimale wat er van ons gevraagd wordt. Ja, maar goed, u beschrijft net hoe het verdeeld is, de regie. Wat wilt u van Sigrid Kaag, de nieuwe minister van Financiën? Nou, en partijgenoot van u? Er moet regie komen, het moet helder zijn wie wat doet.
Wat ik graag zou willen zien, wat wij graag zouden willen zien, is dat er het helder is wat ze nu aan het doen zijn. Ook transparantie over, is er ergens een war room waarin wordt gezegd, deze oligarch, welk netwerk, hoe werkt dat, hoe werken die samen? Want zo'n oligarch kan zich terugtrekken, maar dan gaat zijn schoonzoon of zijn maîtresse zetten ze erin. Ja, ik begrijp dus die vragen die u stelt en de problemen die u schetst, dat heeft u net ook gedaan. Maar wat wilt u concreet dat er nu gebeurt? Nou, dat er duidelijk is wie er binnen de Nederlandse regering hier het aanspreekpunt is, dat de regie wordt gevoerd, dat Nederland zich aansluit bij de Transatlantic Taskforce die hier is opgericht. Dan kunnen ze ook leren van hoe de Amerikanen en de Italianen en de Fransen en de Duitsers dat doen. En wij hebben echt wat goed te maken. Wij hebben dit veel te lang gefaciliteerd. Dit was een verdienmodel in Nederland. Nu wordt het tijd dat wij juist doorpakken de andere kant op en zeggen van wij gaan dit niet langer faciliteren. Ja. En als wij ze nou wel aanpakken en stel dat mevrouw Kaag inderdaad die taskforce zich daarbij aansluit en dat er een centrale regie komt hier in Nederland die dit nu eindelijk echt serieus neemt. Verdwijnen die gelden dan niet gewoon naar Dubai of naar de Malediven? Nou, voor een deel is dat al gebeurd. Als ik gesproken heb, spreek met mensen bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Ze zagen al een maand voordat de oorlog begon natuurlijk dat dat geld verdween. Maar dat neemt niet weg, hè, want uiteindelijk moet je dit wereldwijd aanpakken, dat op dit moment er Russische tegoeden zijn in Nederland en daar kunnen we nu beslag op leggen. Dus laten we focussen op hetgene wat wij moeten en kunnen doen. En natuurlijk moeten we ook wereldwijd hieraan gaan werken. En ja, daar is het ook al over de Nederlandse regering. Oké. Heel hartelijk dank, Luzewies van der Laan van Transparency International, voor dit verhaal over de weerbarstige werkelijkheid, zullen we zeggen. Dank. Nog veel werk aan de winkel. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.